Maar het waait super hard. Dus mijn stuur gaat de hele tijd heen en weer. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag maandag en het is 9 uur. Pup werd vanochtend om 8 uur wakker. Ze krijgt nu eten, ze is nou lekker aan het eten. Anders mag ik nog opgeruimd worden. En ik ga nog heel even een uurtje slapen. En daarna ga ik de hele woonkamer opruimen. Iedere keer als ik visite heb gehad is het echt een bende. Dus dat moet ik even opruimen. En vanmiddag komt Mandy hier, waar ik echt heel erg veel zin in heb. Want die heb ik zo lang niet gezien. Dus het wordt weer een hele gezellige dag. En we gaan er iets leuks van maken. Maar ik ga eerst nog even een uurtje slaap meepikken. Vanochtend om 6:30 werd ze, nee, om 4:45 of zo werd ze al wakker. Toen is Milan gelukkig heel even met haar naar buiten gegaan. En toen kon ik lekker verder slapen. Dat was heel fijn. En nu ga ik ook weer even verder slapen. Het is eigenlijk helemaal niet. Het is eigenlijk ook best wel bizar laat voor mensen die gewoon moeten werken en naar school toe moeten. Maar ik ben nog wel moe. Dus ik ga nog wel even lekker een uurtje slapen. Dus ik zie jullie zo meteen weer. Ik denk het. Oh nee, ineens doet hij het weer. Mandy is er en Mandy is met Pip aan het spelen. Hallo. En ik heb het even gezellig gemaakt. Met lekkere hapjes, allemaal van het kerstpakket. De biologische chips. Dus geen ik trouwens helemaal verkeerd uit te spreken. Ik ga het gewoon niet meer uitspreken. Jullie snappen zelf wel wat het is. En dan van die chocolaatje hier met espresso en deze met karamel. En dan die stokjes. En moet even drinken alleen nog pakken. En gewoon gezellig. En Pip heeft een cadeautje gekregen. En dat is die. En daar zit dan een beetje van dat hondenpaté in. Die ik heb meegekregen van de fokker. En ze is helemaal zoet. En we hebben dit gekregen. En dit is een theedoek. En deze is echt... super leuk. Kijk hoe leuk. Fantastisch. Dus dat is echt heel leuk. En nu is Pip een heel rustig mopsje geworden. Omdat Pip de hele tijd mee aan het spelen is. Hè? Het is ook moeilijk, hè? Ja. Pootje? Ga zit. Goed zo, meisje. Goed zo. Zo, Pip is aan het slapen. En Milan was ook vrij laat wakker vanochtend. Dus die eet wat later. Maar ik heb wel alvast voor hem gekookt. Want ik ga straks Mandy naar huis toe brengen. En wij gaan nu wel alvast lekker eten. We hebben ook nog sushi. Maar dat kunnen we eventueel straks nog lekker opeten. En voor nu hebben we een gekookt eitje, spinazie, een kipsnitzel, aardappeltjes. En dat was het. Dus wij gaan dit lekker opeten. Ik ga hier lekker van genieten. En ik zeg smakelijk eten. Doei. Doei. Wat? Ja. Doei. Ik was het even kwijt. Heb ik ook wel eens. Moet je kijken, die lichten. Is toch raar van de kerstboom? Dat is mooi. Nee, dat klopt niet op de beeld. Jawel, dat is dan zo... Nee, allemaal strepen. Nee, dat klopt niet. Nou goed, wij gaan eten. Zo, wij hebben lekker gegeten en ik heb vandaag een nieuwe krultang besteld. En die moet elke maand binnenkomen. Ik heb hem dus besteld en hij komt vandaag ook nog eens een keer binnen. Dus dat is echt super fijn. Maar nu we toch aan het wachten zijn erop, kunnen we natuurlijk weer een cadeautje opmaken van de 24 Happy Days kalender. En ik ben achter iets heel stoms gekomen, jongens. Zonder mijn weet, cadeautje nummer 23 al geopend. Ik zag ineens dat er nog maar 3 cadeautjes in zaten. En ik weet niet wanneer het dan is gebeurd. En of dat ik dat per ongeluk heb gedaan. Maar die is dus al geopend. Dus 23e heb ik geen cadeautje. Maar de 21e wel. En hij ruikt lekker. En even kijken wat staat erop. Let your heart run free. We gaan hem openmaken. Ah, het is weer een hartjes zeepje. Oh, deze ruikt wel echt lekker. Ik stik wel echt van die zeepjes nou trouwens. Maar goed, super lekker. Dus dat was meer. Zo snel kan het weer gaan. Volgens mij zegt het ook iedere keer. En het woordje good is nu officieel afgesloten. Want dat staat er nu dus volledig. Maar goed, dit doosje is dus leeg. Dus ik weet ook echt niet meer wat hierin zit. En wanneer dit is gebeurd. Maar goed, we hebben in ieder geval nog 2 cadeautjes te gaan. De 22e en de 24e. En dan is het kerstmis. Oh mijn god, ik heb net kauwgom ingedaan. Vind ik eigenlijk heel erg asociaal. Maar ik heb Mandy over afgezet in Ede-Wageningen. Ik wou haar eigenlijk heel graag thuis brengen. Maar het waait super hard. Dus mijn stuur gaat de hele tijd heen en weer. Dat we een tussenweg hebben gekozen. Ik heb echt een reis tussen mijn tanden.
Ik heb net sushi gegeten van gisteravond, wat we over hadden. Vet lekker nog, hè? Dat was eigenlijk het idee dat we nog bij Mandy of een sushi gingen eten. Maar ja, het hele plan loopt in duigen. Maar ik zou als ik wel was wel echt gaan lopen in het fijn. Oh, shit. Ja. Ga ik doen. Het is 8 over. Ah ja, 10 over. Nog 8 minuten. Ja. Ciao. Tot de volgende keer. Ja, ik zie je snel. Snoepjes onderweg. Doe maar. Na 3 dan. Ook goed. 4. Ja. Even als je thuis bent. Bedankt voor het wegbrengen. Jij ja, graag gedaan. Rij voorzichtig. Ja, doe ik. Doei doei. Doei doei. Bedankt. Graag gedaan. Ja, ik vind het echt heel sneu dat ik er niet gewoon een Nijmegen heb af kunnen zetten. Ik baal er ook echt oprecht van. Want ik wou ook heel graag dat ritje een keer maken. Omdat ik volgende week natuurlijk met kerstmis sowieso naar Beuningen moet rijden. Nou is dat allemaal niet zo eng. En ik denk zelfs dat ik Beuningen minder spannend vind dan in de buurt waar ik rijd. Want daar ken ik de wegen helemaal niet. Maar het is gewoon... Het is gewoon meer dat ik het heel graag wou. Maar dat ik wel heb geleerd dat wanneer er weersomstandigheden zeg maar slecht zijn. Dat je... die dingen niet moet opzoeken. Dus ik ga nu gewoon richting huis rijden. Dus ongeveer nog een half uurtje rijden. En ja, laten we maar gewoon naar huis gaan rijden. Hoppata. Even kijken waar ik hem ook weer inzetten. Ik ga hem gewoon weer hier inzetten. Dan ga ik gewoon weer rijden. Ik denk juist dat ik dezelfde weg heen moet zoals dat ik vandaan kom, toch? Oh ja, hij wist het even niet meer. Hé? Huh? Waar moet ik nou heen? Ik rijd een rondje. Grapje, ik rijd dus echt een rondje. Links afslaan. Zo, die had zijn hele auto in elkaar. Dat soort mensen moet je altijd een beetje ontwijken. Die kijken niet meer zo nauw. Zo'n tussendoorweggetjes is het helemaal niet zo eng om nu te rijden. Maar die snelwegen, daar gaat echt een hele stuur van op en neer. Holy shit, mijn camera viel dus. En ik ben heel stil gaan staan omdat ik mijn camera goed wou zetten. Maar hij flipt hem helemaal. Ik ga nou gewoon verder rijden. Ik wou heel graag vloggen, maar ik moet gewoon echt zo'n anti-slipmatje gaan halen. Dat ga ik binnenkort ook doen. Maar ik ga nou eerst gewoon rustig naar huis toe rijden. Want ik ben blij als ik thuis ben met dit weer. Dus ja, heel erg voorzichtig rijden. Maar het komt wel goed. Ik ga nu weer rijden. Nou, ik ben weer thuis. Het is inmiddels 11 uur. Mandy kwam ook om 11 uur thuis. Dus dat is wel typisch. Ik zal er soms helemaal even een berichtje sturen. Ik had namelijk een afslag gemist. Oh my god. Het ging echt, zeg maar, er was iemand mij aan het inhalen of zo. En ik had mijn focus daarop. En toen zei hij hier afslaan. En toen dacht ik, oh kut. Dus toen moest ik een rondje maken. En toen kwam ik uiteindelijk wel weer op het goede punt. Maar goed, ik ben lekker thuis. Ik ben benieuwd hoe het met Milan en Pip is gegaan. Ik hoef mijn vlog in ieder geval niet meer te editen. Dat heb ik gisteren al gedaan. Dus ik ga zometeen gewoon alvast lekker met bed in, denk ik. Lekker douchen en lekker naar bed. Maar ja, het was in ieder geval super gezellig met Mandy. En morgen... komt Rutger. Super leuk. En ja, daar heb ik heel veel zin in. Dus dat is leuk. Oké, ik ga de auto afsluiten. Want dit kost allemaal onnodige benzine. Ik zie jullie binnen. Oké, goed. Ik ben thuis en ik ga meteen lekker douchen en naar bed. Want morgen wordt het weer vroeg opstaan. Dus ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei. 75 centiliter denk ik. Ja, ik denk ook wel zoiets. Ah, dan moet ik presteren. Ja.